Het komt niet vaak voor. Je volgt een studie geneeskunde en gaat vervolgens stage lopen in het theater. Voor Bart uit Nijmegen is dit toch de realiteit. Hij wil dokter worden, maar staat ook graag als cabaretier op het podium. Voor zijn laatste stage heeft hij nu de theatervoorstelling Ontsteking gemaakt. Ik word super bewust van mezelf. Ik ga zweten, ik heb hartkloppingen. Dat zien we aan de buitenkant overigens. Dat is fijn voor patiënten dat ze dat niet hebben. Nog 3 weken en dan is Bart een echte dokter. Een spannend en ook wel groot moment in zijn leven. Tegelijk brengt het ook veel twijfel met zich mee. Ben ik wel goed genoeg om al dokter te zijn? Precies over die twijfel in aanloop naar het dokterschap gaat zijn nieuwe voorstelling. Er zijn liedjes, er zijn natuurlijk grapjes. Er zijn een aantal verhalen vanuit die ik heb meegemaakt toen ik aan het leren was voor dokter als co-assistent. En daar gaat van alles mis. De voorstelling heeft ook als doel om de vooroordelen rondom het dokterschap de wereld uit te helpen. Want die zijn er nogal. Ja, mensen denken, je weet gelijk alles zodra je geneeskunde studeert. Ik heb er ook op feestjes, zodra ik dat zei dat ik geneeskunde studeerde. Oh, maar ik heb hier een plekje, kun je even kijken? Of mijn neefje heeft dit, wat is dat? Ja, dat is in het begin heel raar, want je weet nog helemaal niet zoveel. Dus dan moet je een manier op voor zoeken om daarmee om te gaan. Ik zeg nu tegenwoordig van, kleed je me uit, ga op de bank liggen en dan kom ik zo kijken. En dan stoppen ze wel. Maar in het begin was dat we even steeds duidelijk maken. Dat weet ik nog helemaal niet. Voor Bart is deze voorstelling tevens een mooie manier om zijn 2 liefdes, geneeskunde en cabaret, samen te laten komen. Nou, ik ben altijd al bezig met cabaret. Op de middelbare school is heel duidelijk, oké, Bart gaat iets met het podium doen. En dan wil heel graag geneeskunde studeren. En ik heb ontdekt, zolang ik geneeskunde studeer, verlang ik naar het podium. En zolang ik op het podium sta, denk ik, oh, maar ik wil ook heel graag dokter worden. Dus om dat allebei te doen en om het allebei te kunnen doen, dat is de ultieme droom. Ook in de toekomst hoopt Bart zijn 2 passies te kunnen combineren. Of in ieder geval af te wisselen. Ja, 3 dagen dokteren, 2 dagen in het theater staan. Het afwisselen. Uit allebei de kanten kun je ervan leren. En dan word je in allebei beter, denk ik.